Welkom. Goedemorgen. Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Mijn naam is Caroline Röther en ik ben senior beleidsadviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Daar mag ik me ook bezighouden met het dossier verkeersveiligheid. Zoals jullie misschien kunnen horen, ben ik niet Nederlands. Ik ben Duits. En een van die dingen die mij het eerste opvielen hier in Nederland, waren de fietshelmen. Waarom de fietshelmen? Nou ja, voor mij is het heel normaal dat als ik op de fiets stap, ik altijd een fietshelm opdoe. Nou, in Nederland ben ik daar echt de uitzondering. Daar kijken mensen wel van, oh, ze is zeker of uit Duitsland of uit Amerika, maar zeker geen Nederlander, want een Nederlander die doet een fietshelm niet op. Nou, fietshelmen is voor mij ook één ding wat heel veel te doen heeft met verkeersveiligheid. Ik voel me veilig als ik mijn fietshelm op heb. En verkeersveiligheid is een heel belangrijk dossier. Daarom zijn we hier ook bij die conferentie. Verkeersveiligheid is belangrijk omdat we 2020 helaas 610 verkeersdoden hadden. Dat zijn bijna 2 per dag in een land als Nederland. Nou, dat is echt iets waar ik denk, nou, daar moeten we iets aan doen. Want het is toch belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen lopen. Of dat bijvoorbeeld oudere mensen gewoon ook veilig kunnen winkelen, zonder ergens zich zorgen om moeten te maken. Nou, daarom is het heel belangrijk om nu actie te doen op verkeersveiligheid. Om echt iets te veranderen. Want verkeersveiligheid vraagt echt een lange adem. Nu investeren en dan zien we met de tijd dat dingen gaan veranderen. En het is heel belangrijk dat we dat in samenhang doen. We spreken ook vaak over de 3 E's. Dat zijn bij Engels, maar in Nederlands gaat het gewoon om dat we zeggen, nou, het gaat om infrastructuur, maar het gaat ook over gedrag en het gaat over handhaving. Die 3 dingen moeten samenkomen. Voor de VNG is verkeersveiligheid heel belangrijk, even als voor gemeenten. Daarom hebben we ook 2 jaar geleden het strategisch plan verkeersveiligheid ondertekend. Om daarmee ook te kijken, hoe werken we? Hoe voorkomen we ongevallen? En daar is de risicogestuurde aanpak ook afgesproken. Dus in plaats van na een ongeval een gevaarlijke plek aan te passen, gaan we nu vooraf kijken, wat is nodig? We analyseren risico's en we maken uitvoeringsplannen. Maar we hoorden ook als VNG dat sommige gemeenten daar heel goed mee bezig zijn en dat het voor anderen echt een struggle was. Daarom hebben we ook besloten om Henk Schravenmade in te huren, die hier ook met mij in de studio is, om als relatiemanager voor verkeersveiligheid aan de slag te gaan. In gesprek te gaan met gemeenten, met ambtenaren en met wethouders over dit belangrijk dossier. Hij gaat zo later vertellen wat de belangrijkste outcomes te zijn van de 100 gesprekken die hij gevoerd heeft. Wat we wel zagen in die vele gesprekken is dat een aantal dossiers altijd terugkomen. En daarom hadden we ook het idee een congres te doen. Zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de uitdagingen en wat we kunnen doen daarvoor. Dat zijn dossiers zoals bijvoorbeeld die motie die van 50 naar 30 kilometer per uur gaat. Over gedrag, over participatie, maar ook bijvoorbeeld over handhaving. Dus het is heel belangrijk. En dat het belangrijk is, zien we ook aan de aanmeldingen. We hebben 190 aanmeldingen ontvangen. Dat is echt heel fijn. En we zien dat we toch met iets belangrijks gezamenlijk bezig zijn. Dus nu blijft het me om jullie heel veel plezier, heel veel succes te wensen bij dit online seminar. Stel vragen. We hebben echt geweldige mensen die op de panels zijn, die gespreksleider zijn. En zo geef ik ook het woord direct hier in de studio aan ons panel en aan Henk Schravenmade. Dankjewel, Caroline. Dank voor deze mooie introductie. Welkom iedereen thuis natuurlijk en ook mijn gasten hier in de studio. Ik zal jullie even meenemen in hoe de dag er ongeveer uit komt te zien. Wat jullie kunnen verwachten en welke deelsessies er zijn. Daar zijn jullie natuurlijk allemaal voor ingeschreven.
aantal huishoudelijke mededelingen natuurlijk van begin af aan is. De dag wordt opgenomen. Dat wil dus zeggen dat het later teruggekeken kan worden. Goed om ook te weten. Een tweede is dat onze moderators de sessie of de chat in de sessies goed in de gaten houden en proberen alle vragen te beantwoorden. De dag zit ontzettend vol, zeker het ochtendgedeelte. We hebben heel mooie content en ik denk in net iets te weinig tijd. Dat, nou goed, dat is dan maar zo, liever dat dan andersom. Dus we hopen overal aan toe te komen, ook aan de vragen en natuurlijk aan alles wat jullie willen weten of willen bespreken of ter discussie willen stellen. En daar gaan we gewoon onwijs ons best voor doen. Die chat wordt dus goed gemodereerd. Ik heb langer nagedacht of ik hem met het volgende zou starten, maar ik ga het toch maar doen. De urgentie van het onderwerp. Ik denk dat iedereen die zit te kijken wel iets heeft met verkeersveiligheid en of het een warm hart toedraagt. En dat ongeluk in Helmond is natuurlijk, nou ja, voor mij echt een moment vorige week waarvan ik dacht, het is goed dat we weer met elkaar in het gesprek gaan over verkeersveiligheid. Want niet alle ongelukken zijn te voorkomen. Daar willen we natuurlijk wel graag naartoe. Maar het onderstreept wel weer gewoon het belang waarom we dit doen, wat mij betreft. De dag, zoals ik net al zei, jullie hebben het ook wel in de schema's en dergelijke kunnen zien. We zitten hier met een mooie panel aan tafel waar we het gaan hebben. Onder andere over de motie van 50 naar 30. Daarna geeft Geertje Hegeman, afdelingshoofd bij INW, verkeersveiligheid, een keynote over de samenwerking tussen INW, wat je kan verwachten van zo'n afdeling en natuurlijk een klein tipje van de sluier over de tweede tranche subsidie. En daarna hebben jullie je ingeschreven of hebben jullie je in kunnen schrijven voor 3 deelsessies. We hebben heterogeniteit, datagedreven werken en handhaving. We sluiten daarna zo rond 12:30, 12:45 af met een plenaire terugkoppeling. Zodat je als het goed is een mooie volle ochtend hebt. We hebben ergens tussendoor nog wel een kwartiertje pauze. Dus het verplichte wc-bezoek en de koffie, die zit als het goed is ook geborgd. Ik wil ook aftrappen met wat Caroline net zei. De reden waarom we dit online seminar hebben georganiseerd. Ik ben door de VNG gevraagd om een kleine 100 gesprekken te voeren met zowel beleidsmedewerkers als met wethouders over het onderwerp verkeersveiligheid. Natuurlijk met als focus het SPV, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. En tot nu toe hebben er 99 gesprekken plaatsgevonden. Ik moet even kijken hoe we dat laatste gesprek gaan voeren. Het is een mooi aantal. Waarmee met 53 wethouders en 46 ambtenaren met als focus uiteindelijk heb ik wel iets van 124, 125 mensen op het scherm gezien, heb ik geteld. Want die gesprekken gaan natuurlijk met veel meer mensen. En voeren we aan het eind van dit jaar ook nog een paar herhaalgesprekken met een aantal mensen die ik een maand of 6 geleden heb gesproken. Om eens te kijken, heb je er wat van opgestoken? Is er wat veranderd? Zijn er belletjes gaan rinkelen? Is er in de gemeente wat gebeurd? Daar hoop ik ook nog wel wat feedback uit te halen. En er wordt een tussen- en een eindrapportage geschreven. Een beetje de producten. Aan het eind van elke rapportage maken we een mooie infographic. Die van de tussenrapportage is al beschikbaar. Dus mocht je die nog niet hebben gezien, zoek die even op. Bij mij, bij de VNG, hij is op meerdere plekken beschikbaar. En aan het eind van het traject, ergens in februari, maken we nog een mooie eindrapportage. Waarin alle bevindingen opgenomen zijn. Die eindrapportage wordt gepubliceerd. En ook daar wordt natuurlijk weer een mooie infographic van gemaakt. Zodat je in een paar minuten kan zien wat de resultaten zijn. En bijvoorbeeld hoe jouw gemeente het doet in vergelijking met de andere gemeentes die ik gesproken heb. Om dat niet helemaal aan die eindrapportage te koppelen, heb ik wel een aantal bevindingen al die ik jullie graag nu mee zou willen geven. En dat is dat we tot de conclusie zijn gekomen dat ongeveer 2/3 van de gemeente al risicogestuurd werkt. Dat is natuurlijk mooi, dat is een groter gedeelte dan degene die dat niet doet. Maar we hebben nog een klein 1/3 van de gemeente te gaan om iedereen aan het risicogestuurde werken te krijgen. Want dat is natuurlijk vanuit de gedachte van het SPV het summum. De inhoudelijke uitdagingen uit al die gesprekken, die proberen we vandaag terug te laten komen in dit online seminar. In de deelsessies hier aan tafel, maar ook straks in de middag. En wat ik ook nog wel goed is om te vermelden, denk ik, is dat het is een transitie. We doen dit stap voor stap. De ene gemeente is verder dan de andere. Heeft soms ook gewoon te maken met beschikbare capaciteit. Nou, het is wel goed om te melden dat natuurlijk een INW, de VNG, maar ook het kennisnetwerk SPV de benodigde kennis in huis heeft, al heel veel ontwikkeld heeft op het gebied van
Hoe maak ik zo'n risicoanalyse? Hoe kom ik van een risicoanalyse naar een uitvoeringsagenda, naar een uitvoeringsprogramma? En natuurlijk ook de benodigde kennis in huis heeft op de inhoudelijke dossiers waar jullie gewoon mee te kampen hebben. Heel fijn denk ik ook om te zeggen is dat in bijna elke deelsessie straks ook wel een expert van of de CDW of de SWOF aangehaakt is om ook vragen te beantwoorden of om jullie te wijzen op waar de relevante content staat, zeg maar. En de producten had ik net al genoemd. Kwart over 10. Nou, we lopen iets in. Dat is mooi. Want wat ik net al zei. De content die we vandaag geprogrammeerd hebben. Is waarschijnlijk veel te veel voor de hoeveelheid tijd die we hebben. Dus wij gaan nu overschakelen naar mijn gasten aan tafel. Ik ga gewoon linksom. Hilda Mulder. Jij gaat straks natuurlijk zelf even wat vertellen. Wethouder van de gemeente De Wolde. Wende Weijermars, hoofd infra bij de SWOF, welkom. En Chris Stoffer, SGP-Kamerlid, welkom. We zouden vandaag 4 gasten aan tafel hebben zitten. Pieter Litjens, de directeur van de CDW, zou er ook zijn. Maar zoals dat tegenwoordig een beetje gaat, die is onderweg naar een GGD-testraad. Hopelijk van niet dat hij of die corona heeft of niet. Dus we gaan het vandaag met z'n vieren doen. Maar goed, dat gaat volgens mij prima lukken. Chris, mag ik bij jou beginnen met een eerste vraag? Ja. Jij hebt eind 2022 samen met een collega Kamerlid een motie ingediend om... Nou, de tekst is volgens mij wel een paar keer gewijzigd, maar het komt erop neer dat jullie de minister verzocht hebben om te gaan onderzoeken of het een goed idee is om de... Nou moet ik het goed zeggen, niet de gebieds- of de erftoegangswegen 50 binnen de bebouwde kom, erftoegangswegen 30 te gaan maken. Klopt? Ja, Suzanne Kreuger van GroenLinks en ik hebben samen die motie destijds ingediend. Suzanne was overigens de initiatiefnemer hoor, dus die kwam naar mij toe en zegt: Chris, zullen we dit samen doen? En daar zit eigenlijk iets achter dat we wel vaker samen optrekken als je kijkt naar verkeersveiligheid en kinderen. En dat zie je ook in de overwegingen die in die motie staan. Het ging ons in eerste instantie om kinderen ook veilig binnen die bebouwde kom in het verkeer deel te kunnen laten nemen. En ook heel specifiek gericht op van veilig naar school, veilig naar de kinderopvang en veilig gewoon ook kunnen spelen. En wat je binnen die bebouwde kom ziet, is natuurlijk dat je hebt er heel veel... Mensen die daar deelnemen aan het verkeer, oude mensen, jonge mensen, mensen die misschien een beperking hebben, auto's, fietsen, ga zo maar door. Dus het is nogal allerlei verschillende soorten. Hè? Ja, dat is natuurlijk vragen om ongelukken als je het ongeveer zegt. En ik kijk altijd maar strak naar de cijfers. En als je die cijfers ziet qua verkeersveiligheid, dan denk je, ja, de minister wil graag naar 0 verkeersdoden op termijn. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan loopt het op. Ja, in coronatijd misschien iets terug, maar deden er ook misschien wat minder mensen deel aan het verkeer. En als je dan kijkt naar het aandeel verkeersdoden, ja, dan is het op gemeentelijke wegen veel meer. Dat is tussen de 60% en 70%, zat ik nog even te bekijken vanochtend, ten opzichte van de rest. Dus je wil zeggen, als je ergens moet beginnen, moet je het daar doen. Nou, we hebben niet de wijsheid in pacht. Hè. Als Kamerleden ben je niet de grote deskundige. Dus we hebben gezegd, laat nu gemeente waar het speelt, en vooral ook het SWOF, waar ik altijd met veel respect naar kijk als we het hebben over verkeersveiligheid, dat smelt een beetje het eikpunt. Want als men daar zegt... Weer aan de voorkant, maar ook aan de achterkant daar de dingen op te halen, zeg maar. Dus daardoor hebben we dat ook specifiek in die motie neergezet van... doe dat nu, laat die daarnaar kijken of dit heel goed zou zijn om het zo te doen. Dank. Misschien veel woorden, maar ja, dan is misschien ook helder waar ongeveer bij ons vandaan komt. Ja, nee, dat is helder. Mooi bruggetje, Wendy van de SMOF, waar Chris het over heeft. Is 30 in verblijfsgebieden nou echt veiliger of soms niet? Het gaat in dit geval om 30 op gebiedsontsluitingswegen. Ja, want in verblijfsgebieden, maakt niet uit. In verblijfsgebieden is de limiet al 30 km per uur. We weten ook dat ongeveer op 70% van de wegen binnen de bebouwde kom de limiet al 30 km per uur is. Waar het nu om gaat zijn vooral de gebiedsontsluitingswegen, waar 50 km per uur eigenlijk niet veilig kan.
Dat was voor Zwolle ook een aanleiding om in 2019 een onderzoek naar te doen. En dan gaat het ons vooral om wegen waar geen vrijliggende fietspaden zijn bijvoorbeeld. Of waar heel veel overstekende voetgangers zijn. Waar wegen die wel een gebiedsontsluitende functie hebben. Waar wel doorgaand verkeer is. Maar waar 50 km per uur eigenlijk niet veilig is. En de motie die GroenLinks en SGP hebben ingediend. Die helpt er heel erg bij om de limiet op die wegen ook naar 30 km per uur te krijgen. En zodat je op die wegen, ja, is eigenlijk 50 waar veilig kan en 30 waar 50 niet veilig is. Om op die wegen die limiet ook naar 30 km per uur te krijgen. Ja. En dat is een heel goed idee, want daar is 50 km per uur gewoon niet veilig. Ja, ja. Oké. Ik maak het rondje even af, want Hilda, jij bent verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid in zo'n gemeente waar we het nu over hebben. Klopt. Wij hebben elkaar natuurlijk gesproken in een van die 99 gesprekken. En daar hebben wij het ook wel over gehad. Maar ik kan mij voorstellen, ook op basis van dat gesprek, dat overal 30 invoeren, nou bijvoorbeeld in jouw Lindorpen, best een uitdaging kan zijn. Klopt. Ik ben wethouder in een hele grote plattelandsgemeente. 250 vierkante kilometer groot. 700 kilometer aan wegen. En ook best wel een behoorlijke afstand, zeg maar, voor kinderen om naar school te gaan. Zowel voor basisscholen is gemiddelde afstand al meer dan 1 kilometer. En voor het voortgezet onderwijs moeten kinderen gemiddeld meer dan 8 kilometer fietsen om bij de plek van de school, zeg maar, te arriveren. Dus het is voor mij als wethouder toch een flinke puzzel, ook gezien onze bezetting en budgetten, om duurzaam 30, zeg maar, op de gewenste wegen, zeg maar, ook in te kunnen voeren. Snap ik. En hoe is die dynamiek dan in jouw gemeenteraad bijvoorbeeld? Want we hebben het ook wel gehad over de tekst van de motie. Hè? Chris, jij hebt gevraagd aan de minister. En ik denk dat heeft ze natuurlijk ook bij de SWOF en de CRW neergelegd. Is het nou een goed idee om overal 30 van te maken? Het is een onderzoeksvraag. Maar daar hebben wij het ook over gehad. Dat komt niet altijd zo over in de praktijk. Nee, dat klopt. Ik had in juni vorig jaar mijn mobiliteitsplan voor liggen bij onze gemeenteraad. En er stonden heel veel uitgangspunten in, onder andere ook van 80 naar 60, maar ook een aantal wegen van 50 naar 30. Maar we wilden wel in de Wolde in ieder geval wel een onderscheid houden, zeg maar, tussen 50 en 30 kilometer wegen. Met als belangrijkste argument is dat wij ook doorgaand verkeer, je zei terecht al, wij hebben veel lintdorpen, maar we willen ook dat verkeer blijven scheiden. Ook het agrarisch verkeer met schoolgaand verkeer bijvoorbeeld. Dus vandaar dat die 50 kilometer wegen voor ons wel belangrijk zijn, om daar dat verkeer wat doorgaat, zeg maar, te scheiden van de 30 kilometer wegen, zodat dat niet met elkaar vermengt of zo min mogelijk. En door alles naar 30 te trekken, zeg maar, ja, dan krijg je dus ook dat doorgaand verkeer, zeg maar, wel weer net zo goed, zeg maar, door die 30 kilometer, door die verblijfsgebieden kan rijden dan langs de doorgaande wegen, omdat qua snelheid, zeg maar, geen verschil meer in zit. Dus dat was voor mij wel ook de reden om in ons eigen mobiliteitsplan mee te nemen, dat we nog wel onderscheid maken tussen zowel 50 als 30 kilometer wegen binnen de bebouwde kom. Maar ik kreeg geheid een amendement om mijn oren van mijn liefst 5 partijen, die dus inderdaad met de motie van Chris zwaaide van, ja, kijk, de Tweede Kamer wil wel dat we overal 30 kilometer per uur gaan invoeren binnen de bebouwde kom. Wethouder, doe er wat aan. Ja, misschien mag ik erop reageren. Ja. Kijk, met zo'n motie, dat doe je in een moment. Je hebt natuurlijk aan de voorkant wel een beetje over nagedacht, maar je overziet lang niet al de consequenties. Maar, Suzanne, ik heb niet tot in het uiterste alles doorgesproken, dus ik moet even mijn eigen gedachten op tafel leggen. Het ging mij om omdenken. Bij verkeersveiligheid, Ik ben Kamerlid, maar ik heb wel een achtergrond in verkeer enzovoort. Ik ben er zelf nog aan opgeleid vroeger. Ik heb dezelfde opleiding als Wendy. Maar ik heb altijd eigenlijk de indruk van, als je niks doet aan verkeersveiligheid, dan kun je dingen wel goed op ingericht, maar je moet niet stilstaan. Je moet erover na blijven denken en wat blijven doen en er vooral geld in stoppen. Nou, een van mijn dingen waar ik niet zo blij mee ben bij de minister is dat we hebben een strategisch plan verkeersveiligheid, maar er zit bar weinig geld onder. Dus we hebben telkens, dat moet je vullen, hè? Zodat Rijk, provincie, gemeente, ook waterschap nu nog een paar wegen hebben, maar er echt wat aan kunnen doen. Want ik snap jouw probleem dat je zegt, ja, nu, we willen van alles, maar het geld gaat op aan de sociale dingen en aan het zwembad enzovoort. En dit komt natuurlijk achteraan. Maar het ging mij eigenlijk om van beweging erin zetten. Omdenken,
Nu hebben we altijd het idee van een weg binnen een bepaalde kom is 50 km per uur. Maar je hebt de zat van 30 in de woonwijken, maar er zijn er ook wel van 70. En mijn idee eigenlijk past erbij van, als je nu eens omdenkt en je denkt, je gaat uit van die 30, maak je een bewuste keus van, en waar doe je dan 50 en waar doe je soms ook nog 70? En ik geloof dat er ook nog wel binnen bepaalde kom af en toe 60 wordt toegepast. Nee, helemaal niet meer? Nee. Oké, nou, dat is mooi. Want mensen wezen erop, maar ik kon ze niet vinden. 70, die ken ik wel. Maar dat je gewoon een bewuste afweging maakt van waar doe je wat. En ja, als je dan uitgaat van 30, dan kijk je er anders naar dan dat je vanuit 50 denkt, ik wijk af naar 30. En daar zit voor mij ook wel een heel belangrijk iets. Maar vooral omdat wij de wijsheid niet in pacht hebben, dachten van dat moeten we wel ook vooral uit laten werken door gemeentes. Alleen ja, soms gaan gemeenteraden wat mee aan de haal. Dat zie ik ook. Ik ben ook raadslid geweest vroeger, dus ik snap hem ook wel. Maar we hebben het je niet makkelijk gemaakt als wethouder. Zeker niet. Nee. Ik kreeg hem als een boemerang, zeg maar, op mijn bordje. Ja. Het was ook nog in tijden van het digitaal vergaderen. Dus ik zat alleen op mijn kamertje. Ja. Amendementen vlogen aan mijn oren. En dan is het best wel lastig om daar goed beargumenteerd, zeg maar, tegen een woord, zeg maar, te voeren. Want uiteraard is hartstikke sympathiek om overal 30 in te voeren. En het klinkt allemaal goed. En zeker als je het dan ook hebt over veiligheid van schoolgaande kinderen. Maar tegelijkertijd, ja, ik moet als wethouder, zeg maar, als ik het aanneem, betekent ook dat ik het moet uitvoeren. En ja, daar heb ik dus ook sowieso ook de draagvlak natuurlijk voor nodig binnen al die dorpen. Maar ook de middelen en de know-how ook binnen onze eigen gemeente. En ja, het wordt niet opgelost, zeg maar, met alleen een bord van 30 plaatsen. Nee. Dus ook die fysieke inrichting. Nou ja, het kost nogal wat. En het is een flinke klus voor een hele grote gemeente. Ja. Als ik daar even op mag aansluiten, want ik wil wel even een nuancering aanbrengen. De motie die zegt ook 30 km per uur als leidend principe. En dat betekent dat het niet overal 30 km per uur hoeft te worden binnen de bebouwde kom, maar dat betekent dat 30 km per uur het leidende principe zou moeten zijn. Dus wat Chris ook aangeeft, dat 30 km per uur, dat je daarvan uitgaat en dat je daar dus van af kunt wijken op wegen waar je 50 km per uur of 70 km per uur wil houden. Dus op het moment dat er wegen zijn in bijvoorbeeld die Lindorpen waar je een vrijliggend fietspad hebt en waar het prima, zeg maar, verkeer over de waar verkeer veilig 50 km per uur kan rijden, is dat ook heel erg goed mogelijk. En dat is ook wat er vervolgens gebeurd is naar aanleiding van de motie. Er is een afwegingskader ontwikkeld door CROW. Waar in een werkgroep waar ook allerlei gemeenten in zaten en waar SWOF ook in zat. En dat afwegingskader, dat helpt gemeenten eigenlijk om te bepalen welke wegen binnen de bebouwde kom 30 km per uur zouden moeten worden en welke wegen 50 km per uur kunnen blijven. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er wegen zijn die 50 km per uur of zelfs 70 km per uur blijven. Want op het moment dat je alles naar 30 km per uur doet, dan krijg je inderdaad ook sluipverkeer door je woonwijken. En dat is iets wat we echt niet willen. Dus het is voor de doorstroming en om sluipverkeer tegen te gaan ook wel belangrijk dat er ook wegen blijven waar 50 km per uur of zelfs 70 km per uur gereden kan worden. Maar alleen op die wegen waar dat ook veilig mogelijk is. Ik heb een vraag uit de chat die daar eigenlijk een beetje naadloos op aansluit. Want jij vertelde over het afwegingskader van de CROW. Ja. Maar ik heb een vraag van de gemeente Beekdaal. Die zei, wat is nou de stand van zaken met betrekking tot de GOW 30? Kan jij daar wat over vertellen? Die zou ik eigenlijk aan Pieter willen vragen. Maar... Het afwegingskader is zo goed als af. Ja. En wordt volgens mij één deze dagen naar de Tweede Kamer gestuurd. Ah. Volgens mij staat het op de agenda voor het commissiedebat 2 december, begin december is het ergens. Volgens mij wordt die heel snel openbaar. Ja. In het afwegingskader wordt dus aangegeven is dus bedoeld om gemeenten te helpen om te bepalen waar je 30 km per uur zou moeten invoeren en waar 50 km per uur veilig blijft. Vervolgens wordt het wel een uitdaging om, in dat afwegingskader staat nog niet hoe je die GOW 30 dan in zou moeten richten. Hmm. Dat is nog wel een uitdaging en dat is iets waar we volgend jaar in een CROW-werkgroep mee aan de slag willen gaan. En dat is nog wel een belangrijke stap die ook genomen moet worden. Want op die wegen wil je aan de ene kant de limiet wel de snelheid wel daadwerkelijk remmen naar 30 km per uur. Want inderdaad, alleen een bordje neerzetten heeft geen zin of heeft te weinig effect. Dus je wil die wegen wel geloofwaardig 30 km per uur inrichten. Maar tegelijkertijd zien ze er wel anders uit dan erftoegangswegen. En is het wel belangrijk dat de doorstroomfunctie ook voldoende gefaciliteerd wordt.
Dus dat is iets waar we nog mee aan de slag moeten. Er zijn er wel wat eerste ideeën over, maar ja, dat willen we samen met wegbeheerders in een CROW-werkgroep verder vorm gaan geven. Is dat dan iets waar jij dan in zo'n gemeenteraad mee uit de voeten kan, nu je dan zoiets weet? Dat je zegt, joh, luister jongens, dit is nu de stand van zaken. Bijvoorbeeld met een afwegingskader, wat nog door de Kamer moet. Kijk, ik hoor deze nuance hier hoor ik nu. En yeah. Onze raadsleden die lezen natuurlijk ook de stukken. En die halen ook een informatie, ook met name uit de media. Die het meteen zeg maar geframed heeft van overal 30. Zo stond het ook in de kranten. Zo lezen ook onze inwoners dat. En dat betekent dat ik die nuancering... Ja, dat ligt dan bij mij, zeg maar, om dat te uit te leggen op zo'n, tijdens zo'n raadsvergadering waar een hele, een heel plan, zeg maar, voor ligt. Plus wat ik wel dan wat lastig vind, en dat is ook lastig voor onze verkeersdeskundige bij ons in huis. Ja, wij moeten ook dat gesprek aangaan met de inwoners die dus diezelfde kranten lezen. Van ja, de Tweede Kamer wil overal 30. Zo wordt die al snel uitgelegd. En de hele nuancering erachter, afwegingskader, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ja, dat... Die informatie krijgen zij natuurlijk niet mee. Dus wij krijgen hem al heel snel als een opdracht, zeg maar, richting ons gepresenteerd van gemeente, regel het maar. Dus dat maakt het voor mij gewoon lastig om die hele afweging, zeg maar, ook goed voor het voetlicht te kunnen brengen. Hmm. Maar mag ik daar wat over vragen? Ja. Kwam vanuit jouw gemeenteraad dan ook van een soort unaniem, we willen allemaal 30 km per uur. En ik vraag niet voor niks, ik kreeg bijvoorbeeld best wel commentaar. Zo van mensen zeggen, ja, gaan jullie nu ook als SGP de auto pesten? Nou, daar gaat het mij helemaal niet om, want rijden moet je natuurlijk ook... En als ik ben 30 km per uur, ik woon aan zo'n weg die eigenlijk 50 zou kunnen zijn, maar 30 is. Ja, als je daar rijdt is het heel vervelend. Maar ik kijk dan vooral naar die verkeersveiligheid. Denk je uit al die kinderen die daar lopen, per ongeluk spelen en nou, dat soort dingen. Maar ik heb niet de indruk dat unaniem in de maatschappij zoiets is van nou, en dan willen we overal 30. Of zit dat dan in jouw gemeenteraad bijvoorbeeld wel heel sterk? Nou ja, ik kreeg een amendement van alle niet-coalitiegebonden partijen, zoals het bij ons heet, 5 partijen bij ons, die dus unaniem zeiden van, ik heb hem hier ook wel liggen. Dus hier staat ook op alle erftoegangswegen binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 30 km per uur te laten gelden. Dus die krijg ik ter plekke op tafel. En heb ik wel wat uit te leggen, zeg maar, waar we toch nog verschil willen, zeg maar, en ook 50 km per uur wegen blijven houden, zeg maar, binnen onze gemeente. Ja. Dus zo'n motie heeft heel veel effect. Als je de motie ernaast zegt, denk van, nou, ik heb die motie hier liggen. Hè. Die was natuurlijk heel voorzichtig geformuleerd. Ja. Ook een aantal keren geherformuleerd. Ja. En dan krijgt het een hele strakke, een heel strak vervolg eigenlijk. Precies. Ik denk dat ook wel inderdaad met de framing in de media te maken heeft. Ja. Want niemand leest in de media en de burgers lezen de motietekst niet. Nee. Is een... Kijk, we hebben natuurlijk een hoop expertise hier aan tafel zitten. Dus ik heb ook wel ben ook wel benieuwd naar een aantal dingen. En ik hoorde dan wel eens in mijn gesprekken met die bestuurders en beleidsmedewerkers dat we nog helemaal niet klaar zijn met het invoeren van Duurzaam Veilig 3. Dus waarom nu dan, moeten we dat niet eerst afmaken voordat we nu met deze motie aan de gang, de uitvoerende van zeg maar? Nou, deze motie past eigenlijk heel goed binnen Duurzaam Veilig. Huh? Want wat ik net aangaf op die wegen, het biedt eigenlijk een oplossing voor de grijze wegenproblematiek. Bij Duurzaam Veilig was het idee... vanuit het homogeniteitsprincipe in Duurzaam Veilig 1 en biomechanica principe in Duurzaam Veilig 3 is het belangrijk dat als de snelheden hoog zijn, dat het langzame verkeer gescheiden wordt van het gemotoriseerde verkeer. Want hoe hoger de snelheid, hoe groter de impact bij een ongeval en hoe groter de kans op dodelijk letsel. Dus in Duurzaam Veilig is gezegd, nou, je hebt 50 km per uur wegen binnen de bebouwde kom. En op die wegen is het belangrijk dat er vrijliggende fietspaden zijn. Is het belangrijk dat er geen overstekende voetgangers zijn op de wegvakken. Dus moet het langzame verkeer gescheiden worden van het gemotoriseerde verkeer. In de verblijfsgebieden, op de erftoegangswegen, daar kan langzaam verkeer gemengd worden met gemotoriseerd verkeer. Maar dan is het wel belangrijk dat de snelheid laag is. Dus mengen kan bij 30 km per uur. Dat was het idee. Vervolgens zijn gemeenten aan de slag gegaan met categoriseringsplannen. Hebben vervolgens de 30 km per uur gebieden veilig ingericht of sober ingericht. Maar in ieder geval ingericht. En toen bleven die 50 km per uur wegen over. En het idee was dat daar overal vrijliggende fietspaden zouden moeten liggen.
Alleen daar blijkt geen geld voor te zijn, er blijkt geen ruimte voor te zijn. Dus die gemeenten zitten daar ook behoorlijk mee in hun maag. En dat is iets wat constant terug blijft komen. Ja, die grijze wegen, wat moeten we daarmee? En dit biedt een oplossing voor die grijze wegen, waarbij je kunt zeggen, nou, op die wegen brengen we de limiet naar beneden, naar 30 km per uur. En dan kunnen we dus toch veilig mengen. En hebben we eigenlijk een nieuwe soort subcategorie, zeg maar. Een nieuwe wegcategorie of een nieuwe categorie binnen de GOW. Dus eigenlijk een soort suboptimale oplossing of een oplossing voor de grijze wegenproblematiek. Dus het is eigenlijk, past het als onderdeel binnen duurzaam veilig. Dus het is gewoon een goede aanvulling op het, ja, het is eigenlijk een oplossing voor een probleem wat niet opgelost kon worden in de praktijk. Waaraan in de praktijk niet voldaan kon worden aan de principes van duurzaam veilig. Ja. Ik krijg via de chat nog een andere invalshoek binnen, die ik eigenlijk wel even op tafel zou willen leggen. Openbaar vervoer. Ik lees hem gewoon even voor. Dat is denk ik het handigste. We krijgen geregeld vragen van het openbaar vervoer met betrekking tot hun dienstregelingen en de afremmende maatregelen op de GOW. Heeft consequenties voor hun dienstregelingen. Daar zou jij dan denk ik ook wel mee te maken krijgen. Hoe gaan we hiermee om? Op zich staat men er niet negatief tegenover. Maar hoe kunnen we die maatregelen dan goed uitvoeren? Wie mag ik daar wat over vragen? Er wordt meer over gesproken. Er is in het voorjaar is er ook een webinar over geweest. Ik weet dat Gouda daar bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig is. Er zijn verschillende gemeenten al heel erg bezig met het openbaar vervoer. En hoe je dit goed kunt regelen voor het openbaar vervoer. Ik denk dat we daar bij de inrichting van die GOW 30 rekening mee moeten houden. Ik denk dat je goed moet kijken. Het liefst wil je het openbaar vervoer over de GOW 50 hebben. Want je wil liever ook eigenlijk, als je mag kiezen, de bus niet mengen met fietsers met 30 km per uur. Maar ik denk dat je moet gaan kijken, plaatselijk, lokaal, kan het over 50 km per uur wegen? En als dat niet kan, dan toch maar over die GOW 30. En dan zul je daar bij de inrichting van die GOW 30 rekening mee moeten houden. Wat je ook kunt doen is op andere plekken in het netwerk compenserende maatregelen nemen. Dus je kunt ze ergens anders bij kruispunten bijvoorbeeld iets meer voorrang proberen te geven. Of op een of andere manier kun je het proberen op andere plaatsen op te lossen. En natuurlijk is uiteindelijk de provincie ook de concessieverlener voor het openbaar vervoer. En kun je ook in die concessieverlening zou je wel kunnen kijken of daar nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, en dan komt er nog een hele mooie toevoeging in mijn schermpje. En landbouwverkeer. Ja, nou, je kijkt dan meteen aan mij. Ja, maar jij hebt een grote agrarische gemeente. Ja. Dus dat... ja, we hebben inderdaad veel agrarisch verkeer binnen onze gemeente. En ja, ik krijg ook geregeld het verwijt, zeg maar. Dan wordt er weer ergens een drempel aangelegd. Want je wilt ook fysiek echt gewoon dusdanig inrichten dat ook het wegverkeer gedwongen wordt om minder hard te rijden. Want als we dat niet doen, dan staat de telefoon ook al roodgloeiend, zeg maar. Dan is het gedrag er niet naar, zeg maar. Maar tegelijkertijd, wat ik dan hoor in gesprek ook met inwoners en onze verkeersdeskundigen horen dat nog veel vaker. De klapperende karren, geluidsoverlast. Ik heb vorige week nog bij een inwoner, ben ik nogal op bezoek geweest, hadden net op zijn bezoek een drempel in de straat gelegd. Maar ja, die komt dan toch weer terug. Van ja, ik heb wel heel erg last van geluidsoverlast. Van al dat verkeer wat er overheen stuitert. En ja, daarnaast heb ik natuurlijk ook al te maken met de agrariërs zelf. Die dus zeggen van ja, wethouder. Ik kan niet meer met goed fatsoen, zeg maar, met mijn agrarische voertuigen van A tot B komen. Dus ja, dat zijn allemaal uitwerkingen die weer bij het gemeente op bordje terechtkomen. Dank. Nog een reactie? Ja, kijk, ik ben jaren raadslid geweest en ik heb al dit soort dingen natuurlijk meegemaakt. En dat ook al door me heen gegaan. Ook toen we de motie indienden, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Want je beseft wel heel goed dat je best wel heel wat teweeg brengt. Ja. Ik had niet gedacht dat het inderdaad zo groot, zelfs internationaal, werd het in de pers opgepakt. Dat gaat best wel stevig. Maar aan de andere kant, als je niks doet, dan zet je ook nooit dat in beweging. Dus ik denk, ja, we moeten hier met elkaar natuurlijk wel een soort redelijkheid in vinden. En de grootste ellende duwen we natuurlijk neer bij wethouders, hè, die overspoeld worden door van alles en nog wat. Dat besef ik me heel goed. En ik denk dat we een beetje nuchter moeten blijven met elkaar. En zeggen, nou,
We proberen hier iets te doen voor die verkeersveiligheid van de kinderen. En ik denk heel erg in beelden altijd. Ik weet niet of andere mensen dat ook doen. Sommigen wel, sommigen niet. Maar denk ik heb zo echt de beelden voor me van ongelukken. Van ik weet dat het gebeurd is met kinderen die het of niet overleefd hebben. Of echt jarenlang beperkingen ervaren door dat soort dingen. En denk van daaruit, we zetten iets in beweging. We moeten niet te hard dan eenzijdig roepen van en dan alles maar precies 30. Nee, denk ik de kennisinstituten de wetenschap gebruiken om dan ook daar verstandig om na te denken. Ja, en uiteindelijk dan met elkaar, hè, met ingenieursbureaus, met aannemers, met deskundigheid bij gemeenten. Kijk, hoe voer je dat ook, denk ik, goed uit. En nog één ding erbij. Kijk, we gaan natuurlijk ook in de techniek steeds verder. En niet alleen in de civiele techniek, maar ik denk ook auto's en dergelijke, voertuigen, gaan natuurlijk steeds meer ontwikkeld worden. Dus ik hoop eigenlijk, ik zie er nog niet heel veel van komen, maar we doen natuurlijk alle dingen met sensoren. Dus, en auto's krijgen er steeds meer. Dus misschien kunnen we straks ook wel gewoon een beetje afdwingen, dat je op een weg waar een bordje 30 staat, dat je ook gewoon die auto niet meer, misschien wel langzamer, maar niet harder dan 30 krijgt. Of niet harder dan 50. Of, nou, dan hebben we volgens mij nog van een heleboel andere renden. Of, dus volgens mij, ik roep ook wat dat betreft, zeg maar, degene die in de automotive ontwikkelingen doen, van, daar moeten we nog sneller mee. En dat ook in interactie met gemeenten, met kennisinstituten enzovoort. Maar misschien denk ik dan als ingenieur ook weer gewoon te. Hè? Ja. Nee, ik pak hem even terug en dan krijg jij hem weer terug, Wendy. Want de tijd gaat hard, zoals ik dat al bedacht. Dus ik pak nog één laatste uit. Want dat gaat gewoon anders niet lukken. Want het gaat over nooddiensten in aanvulling op het openbaar vervoer. En nou ja, goed, over mengen. Dat komt straks in heterogeniteit terug. Maar ik zie heel vaak in de chat het woordje ISA staan. Dus dit vind ik een mooi bruggetje. ISA. Moeten we niet gewoon ISA invoeren? En dan zijn we ook van de inrichtingsvraagstuk af. Nou, ISA is technisch is er al best wel veel mogelijk. Maar ook dit ligt politiek en maatschappelijk behoorlijk gevoelig. Dus ISA zou een mooie oplossing kunnen zijn. Maar dan is het wel belangrijk dat de snelheid ook hard afgedrongen wordt door ISA. En dat ligt politiek nog echt wel ingewikkeld. Zou dat bij jou in de raad? Zou dat iets zijn wat je... Stel, je hebt daar landelijk voor te zeggen... Ik moet wel zeggen, ik ben van de partij de VVD. ik hoorde jou er net al wat over roepen. Dus ik ben ook wel voorstander van dat je ook wel het verkeer moet ook kunnen doorstromen. En je moet ook op een gegeven moment ook wel met een goede snelheid van A naar B terecht kunnen. En de sleutel ligt inderdaad wel bij gedrag. Dat merken wij op alle kanten. Je kan het dusdanig inrichten, maar als iemand toch met 100 km per uur of 50 km per uur straat wil. Ja, dat kan altijd zijn. Zeg maar. Dus dat afdwingen, het zou het mooiste zijn natuurlijk dat het gewoon vanuit gedrag zelf gerealiseerd kan worden. En dat mensen ook zelf in beelden gaan denken dat ze ook weten wat het effect kan zijn, zeg maar, van hun eigen gedrag. Het echt afdwingen vind ik nog wel een stap te ver gaan. Ja. Over gedrag gaan we het vanmiddag ook nog hebben. Dus als jullie nog interesse en tijd hebben. Ik ga afronden, want Geertje staat ook al klaar. Ik zei het al, er zit veel te veel content in. Het is veel te veel discussie en gesprek over het onderwerp ook te voeren. Hartelijk dank voor jullie komst. Straks ook weer een goede veilige rit terug naar huis. Hoop ik natuurlijk. Ja. En dan gaan wij wisselen. Naar u. Ja, nou, dank jullie wel. Hele interessante discussie. Ik hoorde ISA voorbij komen. Ben ik in 2000 op afgestudeerd. Dus een leuk, interessant onderwerp. Ik krijg heel veel tijd. Dank daarvoor. En ik wil eigenlijk beginnen met mezelf voorstellen. Ik hoop dat iedereen ook mijn sheet kan zien. Die heb ik voorbereid. Op de eerste sheet zien jullie ook een hele mooie foto van mezelf op skate. Dat is een van mijn hobby's. En dat doe ik natuurlijk veilig met een helm op. Ik ben hoofd van de afdeling verkeersveiligheid bij Infrastructuur en Waterstaat. En mijn naam is dus Geertje Heegman, voor wie dat nog niet wist. En er luisteren volgens mij heel veel gemeenten. En daar heb ik in het verleden ook heel veel contact mee gehad. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik ben ook gepromoveerd op verkeersveiligheid en gedrag. Ik kwam net ook al even aan bod. En in mijn tijd daarna heb ik bij een adviesbureau gewerkt en heel veel gemeenten geadviseerd. En nu dus bij IMW. En dan hoop ik dat dit werkt. Ja.
De onderwerpen van vandaag, waar ik het over ga hebben met jullie, zijn IMW. Ik wil even kort toelichten hoe wij werken en wat de afdeling verkeersveiligheid eigenlijk allemaal doet. En daarna, waar jullie denk ik vooral in geïnteresseerd zijn, de stand van zaken van het strategisch plan verkeersveiligheid, die in 2019 ook samen met jullie is opgesteld en waar we natuurlijk druk mee bezig zijn om het uit te voeren. En dan gaan we vooral even in op het landelijk actieplan, de investeringsimpuls en hoe de samenwerking tussen het SPV en de gemeente is. Nou, dit is de zeer interessante organisatiestructuur van IMW. Wij zijn er zitten twee lijndirecties in en ik zet even een cirkeltje waar wij staan. We zijn een van de vier afdelingen binnen de directie Wegen en Verkeersveiligheid. En dan zijn wij dus de afdeling Verkeersveiligheid. Dit is de saaie beschrijving van wat we allemaal doen. Ik heb er even wat dingen uitgelicht. We zijn overigens een hele grote afdeling, 36 mensen. En we zijn vooral bezig met het strategisch plan verkeersveiligheid, zoals ik net al zei. En natuurlijk het actieplan wat daaronder ligt. Of het landelijk actieplan. En wat daar vooral essentieel aan is, is dat we risicogestuurd willen werken. Nou, wat zijn dan de hoofdelementen waar we ons vooral mee bezighouden? Is geld voor infrastructuur, de investeringsimpuls natuurlijk. Risicogroepen, ouderen, maar ook jonge bestuurders. Risicovolle voertuigen. Nou, het LEF-kader, het licht elektrische voertuigkader, is voor de zomer in concept naar de Kamer gestuurd. En gedrag, zoals net ook al werd genoemd. Maar wat ook belangrijk is, wij zijn ook een relatiemanager voor CBR en RDW. Dus alles wat CBR doet en RDW doet, daar zijn wij ook mee bezig. Nou, ik noemde het net al, het LEF-kader en met name de toelating van nieuwe voertuigen. Maar wat ook een belangrijk onderdeel is, zijn de burgerbrieven. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld 1600 vragen gekregen van burgers over verkeersveiligheid, over helmplicht, over het medisch stelsel, moet ik wel of niet gekeurd worden? Dat soort vragen. En nou, daar geven wij allemaal netjes antwoord op. En dat is dus ook best wel een grote klus. Die brieven zie ik allemaal en die keur ik allemaal goed en dan worden ze verstuurd naar de vraagsteller. En de campagnes kennen jullie waarschijnlijk ook. Die heb ik straks ook nog even op een plaatje. De afdeling, zoals ik al zei, 36 medewerkers. En we zitten in vijf clusters, moet ik eigenlijk zeggen. Het SPV-cluster, rijvaardigheid en geschiktheid. Daar zitten vooral de CBR-vraagstukken in. Voertuigen, dat is weer vooral RDW. Lichte elektrische voertuigen is een apart programma, projectcluster. En zoals ik net zei, de burgerbrieven. Ik had hier graag een mooie groepsfoto van ons allemaal, maar het is door coronatijd nog niet gelukt om die te maken. Dus hier zijn wat impressies van een goede sessie die we met elkaar hadden over het plan voor volgend jaar, waar we volgend jaar allemaal mee aan de slag gaan. Nou, nog even een kort rijtje voorbeelden van wat we dan allemaal doen. Nou, het LEF-kader. Nou, afweegkader 30 was natuurlijk zojuist ook onderwerp van gesprek. Maar ook de monocampagne en nu ook de monozakelijk, waar we ook de werkgever proberen te doordringen dat zij ook iets moeten doen om hun medewerkers mono te kunnen laten rijden. De Bob-campagne. Investeringsimpuls. Nou, ik denk dat jullie het allemaal kennen of herkennen. Commissie Roemer zijn we ook heel druk mee om van rijles naar rijonderwijs te gaan. Het medisch stelsel noemde ik al even. Gelukkig nu redelijk op orde. Ook rijden onder invloed. Er zijn heel veel projecten waar we daarmee bezig zijn. Om dat natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. En een van de erkenningenstelsel voor de RDW. Ik weet niet of jullie daar heel veel mee te maken hebben, maar daar zijn ook zo'n 5-6 mensen bij ons mee bezig. Nou, dat is een beetje het eerste blokje. En dan ga ik door naar het SPV. Zoals jullie allemaal weten is de ambitie 0 verkeersdoden in 2050. Daar zijn we helaas nog lang niet. Maar ja, we zijn wel allemaal ons best aan het doen. Jullie ook, de gemeentes, die hebben hier hard bij nodig. Andere wegbeheerders, alle partijen, VVM, Team Alert. Met elkaar proberen we dit toch wel, nou, in ieder geval in het vizier te houden. Daar hebben we een landelijk actieplan voor opgesteld. En we hebben daar als een soort, wat ik al eerder zei, de basisgedachte daarachter is risicogestuurd.
En dus hebben we jullie, alle gemeenten en ook alle provincies gevraagd om risicoanalyses op te stellen en uitvoeringsprogramma's. En wij hebben een actieplan opgesteld voor de rijksmaatregelen. Nou, in het eerste lab, een beetje ongelukkige afkorting, want het zijn geen labmaatregelen, maar omvatten 55 maatregelen, waar we inmiddels 35 van hebben afgerond en 20 werken we nog hard aan om voor het einde van 2021 af te ronden. Dat lukt niet helemaal, maar we komen een heel eind. En ondertussen werken we natuurlijk aan het nieuwe lab. En uit de evaluatie van het eerste lab bleek dat we meer focus moeten hebben op wat we nu willen doen. De 5 maatregelen waren een beetje rijp en groen, groen en rijp door elkaar. En nu willen we wat meer focus op de haalbaarheid en ook op misschien bepaalde doelgroepen of bepaalde thema's. Het nieuwe lab heeft een doorlooptijd weer van 3 jaar. En we zijn nu in de afrondende fase van het nieuwe lab. We verwachten dit af te ronden in 2022. En we hebben inmiddels het opgedeeld of opgeknipt in 5 hoofdthema's. Wat ik net al zei, we willen wat meer focus, niet 55 maatregelen, maar meer focus op hoofdthema's. En nou, waar we nu op staan, waar jullie ook aan hebben meegewerkt, overigens in de kerngroep, in de begeleidingsgroep of klankbordgroep en ook in de stuurgroep. Zijn de 5 hoofdthema's vooralsnog veilige infrastructuur, langzaam verkeer, rijden onder invloed, verbeteren naleefgedrag en voertuigen en nieuwe functionaliteiten. Ik denk herkenbare thema's waar helaas nog steeds heel veel ongevallen mee gebeuren en waar we gewoon echt nog mee aan de slag moeten om verder te komen. Nou, verbonden aan het SPV is de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Daarmee hadden we ten doel om echt een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op het onderliggend negenwet. Er is tot 2030 500 miljoen beschikbaar. En dat is beschikbaar voor infrastructurele maatregelen. En het uitgangspunt is dat het 50% cofinanciering is. Dus de andere wegbeheerders leggen hier ook de helft aan bij. En de eerste tranche is uitgekeerd. Daar kan ik zo wat sheets van laten zien. En van die 500 miljoen is 10% bestemd voor innovatie. En dat is dus waarschijnlijk geen infrastructuur, maar juist gedragsmaatregelen, handhavingsmaatregelen. Dat soort innovaties zijn we naar op zoek. De uitkomst van de eerste tranche. Een paar mooie sheets. Even kijken. Ook met de tijd moet ik ze misschien niet allemaal behandelen. In ieder geval in het middelste plaatje zie je allemaal stippen. Blauwe stippen, dat zijn alle gemeenten die geld hebben gekregen uit die eerste tranche. Er zijn 2 rode stippen, dat zijn de waterschappen. En alle provincies hebben ook een bijdrage gekregen voor een maatregel waar ze een aanvraag voor hadden ingediend. Links zie je nog de verdeling over dat vooral heel veel naar fietsinfrastructuur is gegaan. Ook logisch natuurlijk, want daar gebeuren nog steeds heel veel ongevallen. En rechts is wel een mooie foto van onze minister die op bezoek is gegaan in Friesland om een van de bestedingen, een van de maatregelen waar het geld aan is besteed, zelf te komen bekijken. Er is ook nog een hele mooie infographic gemaakt. Die is ook online te downloaden. Dus als je die in detail wil bekijken, zou ik zeggen, ga daar vooral even naar kijken. Het is een mooie overzicht van waar het geld allemaal naartoe is gegaan. Nou, wat is er verder gebleken uit die evaluatie? De aanvragen waren echt heel veel. Eigenlijk was er aanvankelijk 50 miljoen beschikbaar. Dat hebben we toen al samengevoegd voor 2 jaar. Dus hadden we 100 miljoen. Maar omdat er zoveel aanvragen waren, hebben we gezegd, wat gaan we hiermee doen? Dus hebben we gezegd, nou, we halen geld naar voren. En we hebben uiteindelijk 165 miljoen uitgekeerd. Nou, we waren heel blij dat jullie allemaal zoveel hebben aangevraagd. Dat toont een grote betrokkenheid en dat je er echt mee bezig bent. En dat willen we vooral vasthouden. Er was wel een gemengd beeld over de manier waarop het is uitgekeerd. En
Er was een menukaart gemaakt, omdat de risico-inventarisaties natuurlijk nog niet gereed waren. Hebben we ook met hulp van SWOF, zat net ook aan tafel, een menukaart met zogenaamde bewezen effectieve maatregelen. En nou ja, dat was een voor jullie heldere lijst van maatregelen waar je dan subsidie voor kon aanvragen. Maar we willen eigenlijk in de komende trans kijken of we toch meer kunnen koppelen aan de risicoanalyses en de uitvoeringsprogramma's. En een laatste punt, meer een organisatorisch punt. We willen zowel voor jullie als voor onszelf de uitvoeringslast van zo'n subsidie zoveel mogelijk beperken. Nou, dan. Oh, die moest ik nog even laten zien. Dan kom ik op de tweede trans, waar we dus nu echt mee bezig zijn. We zitten midden in het proces. We hopen dat echt eind van het jaar te kunnen afronden, zodat we volgend jaar kunnen beginnen met het opstellen van de regeling. Nou, zoals ik net al zei, jullie zijn erbij betrokken via de kerngroep, de stuurgroep, de klankbordgroep. Er is overleg met de koepels. En eind dit jaar, op 15 december, staat ook een bestuurlijk overleg gepland om ook hier. Ik weet niet of daar een besluit gaat vallen, omdat uiteindelijk onze minister er natuurlijk ook iets van moet vinden of achter moet staan. Maar daar staat dit in ieder geval prominent op de agenda. Dan heb ik een paar aandachtspunten waar we mee bezig zijn. Want zoals ik zei, we hebben de eerste trans uitgebreid geëvalueerd en daar ook van geleerd. En zoals ik al zei, we willen het echt graag koppelen aan risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's. Alleen we hebben ook gemerkt dat nog niet alle gemeentes zover zijn. Daar heb ik straks ook nog wat cijfers van, wie wel en wie niet. En hoe gaan we daarmee om? We zijn ook op zoek naar een goede verdeelsleutel. Waarschijnlijk gaat de vraag weer groter zijn dan de middelen. Dus hoe komen we dan tot de beste keuzes? Vorige keer hebben we gekozen voor het zogenaamde molenaarsprincipe. Wie het eerst aanvraagt, krijgt het eerst iets uit de pot. Ja, dat willen we allemaal liever niet. Alleen, wat is het alternatief? Daar zijn we echt heel erg naar op zoek. Hoe kom je tot een andere manier van verdelen? En dat het ook nog uitvoerbaar is en ja, dat dan ook eerlijk wordt ervaren. En dat, ja, dat is echt een moeilijke puzzel. Nou ja, zoals ik net al zei, we willen wederom de administratieve lasten beperken. En ja, we streven ook naar heldere en duidelijke communicatie, tijdig. Ik heb begrepen dat jullie natuurlijk je plannen voor volgend jaar allemaal al hebben moeten indienen. En ook daarin al je bestedingen hebben moeten aangeven. En als wij hiervoor dan een cofinanciering vragen, dan, ja, dan wordt dat tijdig al wel lastiger. Maar ja, ik hoop dat jullie ook begrijpen dat wij dit ook echt allemaal eerst goed uit moeten werken voordat we het kunnen communiceren wat het wordt. En daarbij komt natuurlijk ook de huidige situatie met het kabinet. We zijn demissionair. Als deze minister het besluit, dan besluit ze het eigenlijk voor de volgende minister. We weten niet of dat dezelfde gaat zijn of een ander. Dus daar hebben we allemaal mee te maken. Dus dat maakt het allemaal wat complex. Nou, ik hoop dat deze punten jullie wat meer duidelijkheid heeft gegeven. Ik heb nog één sheet over de innovatiemiddelen. Even kijken, klik die door. Oh, sorry, de context had ik nog. Ja, de innovatiemiddelen, die had ik al even genoemd, 50 miljoen. Hier op deze sheet staat nog even hoe die was verwoord ooit in een bestuurlijke afspraak. En die zijn we nu ook aan het verkennen waar we die aan uit moeten gaan geven. Dit is wat we nu aan het verkennen zijn. Of dit ook een subsidieregeling moet worden. Dus dat je ook weer met aanvraag gaat werken. Ja, andere opties zouden zijn om het bijvoorbeeld 50 gedeeld door 12 en iedere provincie krijgt evenveel. Of dat je misschien geld overmaakt naar justitie en veiligheid voor handhaving. Maar ja, wij zitten nu meer op de lijn van een subsidieregeling waar aanvragen voor kunnen worden ingediend. We zijn ook aan het kijken welke partijen we daarbij kunnen betrekken. Kan de SWOF bijvoorbeeld een rol spelen in de beoordeling van de aanvragen of in de keuze waar we de aanvraag voor openstellen? We zijn ook aan het kijken, kunnen we het thematisch inzetten? Handhaving, gedrag werd net aan tafel genoemd. Misschien voor bepaalde doelgroepen, daar zijn we aan het kijken hoe dat moet.
En ook uitzetten in tranches, omdat we het ook heel graag willen leren. Dus als je het in één keer op de markt zet, dan kan je moeilijk leren. Dus als je eerst bijvoorbeeld eerst 10 miljoen uitzet en daarvan leert, dan kan je de volgende gelden misschien beter of efficiënter nog weer inzetten. Nou, en ook hier hopen we het begin 2022 meer duidelijkheid over te kunnen geven. Dan heb ik nog het strategisch plan en de gemeente. Nou, in het strategisch plan is gezegd of gevraagd of jullie analyses willen maken van je verkeersveiligheidsrisico's. En daar is onlangs door het kennisnetwerk SBV een inventarisatie gedaan onder alle gemeenten om te peilen van hoe ver zijn we hier nou mee. Oh, sorry, ik moet wel blijven klikken. En uit de inventarisatie is gebleken dat inmiddels 13% en een risicoanalyse heeft en een uitvoeringsprogramma. 44% heeft ook of alleen een risicoanalyse. En ja, toch nog ruim een derde van de gemeente werkt niet risicogestuurd. Of weten we nu niet wat de stand van zaken is. Ja, deze cijfers werkt bij ons de vraag van, is het dan nu reëel om voor de tweede tranche en een risicoanalyse en een uitvoeringsprogramma te vragen? Als je eigenlijk wel alle gemeenten wil helpen. Tegelijk hebben we dit natuurlijk wel al vanaf het begin gevraagd. En ja, dan is het ook alweer voor ons de vraag waarom het nog niet is gelukt. En daarvoor sta ik hier ook vandaag. Wat hebben jullie nodig, staat als laatste op deze sheet. Ik hoop dat jullie allemaal het kennisnetwerk SBV kennen. Dat hebben we ook ingericht om jullie te helpen. Dat is tot nu toe vooral met kennis. En dus ik hoop dat de kennis in ieder geval goed te vinden is wat je nodig hebt. En we hebben ook een expertteam die ondersteuning heeft geboden. En we hebben ook Henk, die jullie hopelijk ook heel erg heeft geholpen. In ieder geval met deze, hoe moet ik het noemen, seminar. Waar ik zelf ook heel erg blij mee ben. En als laatste sheet, hij klikt hem weg. Hey, mijn kopje koffie komt niet in beeld. Nee. ik had nog een sheet met een kopje koffie van, ik nodig ook iedereen uit als je langs wil komen. Ik heb toevallig gisteren een gesprek gehad met de gemeente Utrecht. Helaas kan dat even niet met een kopje koffie, maar via de WebEx. Maar dat geeft ons ontzettend veel inzicht waar jullie tegenaan lopen en hoe we jullie kunnen helpen. Want uiteindelijk moeten we echt samen komen tot die verlaging van verkeersdoden en gewonden. Ik heb een hele drukke chat. met ook gewoon een paar verhelderende vragen. En we hadden het er net ook alweer over de tijd. Dus ik ga er gewoon een paar voor je uithalen. Een hele treffende. Is het nul verkeersdoden in 2050 of nul verkeersslachtoffers? Dat is een hele goede vraag. Wat stond er op de sheet? Op de sheet stond volgens mij nul verkeersdoden. Ja, hij is natuurlijk, kijk, we hebben, dat is de ambitie ver weg. We hebben nu de concrete motie van een halvering verkeersslachtoffers in 2030. Ja. En dat is een motie waar we heel serieus mee aan de slag willen. En waar we ook al aan het kijken zijn hoe die al, we zijn natuurlijk ook bezig met het nieuwe lab. Er worden bepaalde maatregelen straks voorgesteld. Hoe ver komen we met die maatregelen ten aanzien van die halvering? Ik ben bang zelf dat we daar niet mee redden en dat er echt meer moet gebeuren om tot die halvering van verkeersslachtoffers te komen. Ja, helder. Een tweede vraag die ik binnenkreeg, die innovatiegelden. Kunnen die ook ingezet worden voor het beschikbaar stellen van data? In theorie nog wel. Wat ik al zei, we zijn aan het kijken of we het voor bepaalde thema's willen inzetten. We hebben ook al een mooie discussie gevoerd met de SWOF en CROW daarover. En daar bracht de SWOF natuurlijk ook op, kan het ook voor onderzoek worden ingezet. We zijn nog in de discussie. Wat ik zelf zie, er liggen heel veel mooie innovaties om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar ze worden nog net niet voldoende gekocht door burgers, ingezet.
En ik zou het mooi vinden om dat te gebruiken, omdat er al zoveel ligt. Bij data is dat deels ook het geval. Er ligt heel veel data, maar het is niet altijd beschikbaar voor verkeersveiligheid. Ambulancedata is daarvan het mooiste voorbeeld. Ja. Zijn we heel erg hard mee bezig. Maar dan lopen we ook tegen privacy en dat soort dingen aan. Maar ja, als daar een slimme innovatie op komt, zou het ons zeker helpen. Snap ik. Dan komt een vraag die gewoon waar mijn oog natuurlijk op valt. Want mono. Is er in het lab ook genoeg aandacht voor telefoongebruik in het verkeer? Dus mono. Ik heb net die 5 thema's genoemd. Risicogedrag in het verkeer staat geloof ik bij. Mono is in ieder geval een van onze grote campagnes. Wij zelf zijn nu vooral met mono zakelijk bezig. En dan zijn we vooral bezig om de omgeving van de bestuurder ook... Ja, dat die bestuurder geholpen wordt door zijn omgeving om ook mono te kunnen rijden. En dat is zeker onderdeel van wat wij in de afdeling doen. Of het heel expliciet in het lab staat, ja, dat gaan we nog zien. Ja. Maar we zijn er zeker met een team van 5 of 6 zit op mono zakelijk. Ja. Dat is echt wel veel. Ja. En dan nog wat concrete vragen over die subsidie. Iemand stelt, denk ik ook wel terecht, gewoon kijkend naar de cijfers. Eerste tranche 165 miljoen. Nu tweede tranche 50 miljoen. Is dat, gezien tranche 1 en wat er daar gebeurde, niet veel te weinig? We denken van wel. Want er is zo'n grote hoeveelheid aanvraag geweest bij de eerste tranche. En toen hebben we het ook om dat voorgelegd aan de minister. En die heeft toen besloten om geld naar voren te halen. Het is dus geen extra geld. Het is echt van de laatste jaren 2030, 2029 naar voren gehaald. Ik denk dat het best wel logisch is, ook als het begin volgend jaar wordt opengesteld, dat we weer 2 jaren samen gaan nemen. Het is wel een begrotingsverhaal dat we op dit moment op de begroting maar 50.000 hebben gereserveerd. Miljoen. Een paar nulletjes. Nee, op de begroting staat 50 miljoen gereserveerd. Dat wil niet zeggen dat daar niks aan te veranderen is. Maar daar moeten we dan wel weer voor onderhandelen en een gesprek over voeren. Snap ik. En wanneer... Want je had het net even op het proces. Hè? We hebben natuurlijk BO begin december, geloof ik, half december. Ja, 15. Ik krijg gewoon heel concrete vragen. Wanneer gaat die open? Want dan kunnen gemeenten zich natuurlijk op voorbereiden en er vast over nadenken. Je kan vast geen datum noemen. Maar nee. Heb je een indicatie? Ja, kijk... Als in dat BO al iets besloten kan worden, en dat is dus ook echt afhankelijk van ons interne proces met de minister, want die gaat er uiteindelijk over. Dan kunnen we daarna ook beginnen met het echt helemaal inrichten van de regeling. En ja, dat is ook alweer een proces. En we hebben zelf gezegd voor de zomer. Maar ja, we zijn daarbij echt ook afhankelijk van de formatie. Of deze minister het aandurft om er een besluit over te nemen zo vlak voor. Dat hopen we natuurlijk allemaal. Dus daar heeft echt allemaal mee te maken. En ik vind dat heel vervelend. Want wat ik al zei, jullie moeten ook je begrotingen al indienen. En het gaat om cofinanciering. Dus er moet al ergens een plan staan waar je dit geld voor kan gebruiken. Dus dat maakt het heel complex. Ja. Stelt iemand in de chat ook de vraag... kunnen we niet gewoon het geld parkeren in een fonds waar gemeenten dan op aan kunnen vragen zonder die cofinanciering? Nou weet ik wel dat niet kan, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Goede vraag. Misschien moeten we deze vraag stellen, dat hij het nog even naar mij op de mail zet, dat ik dat even goed laat beantwoorden. Okay. Want ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet heel erg in... Nee. Dat soort. Ik weet wel dat ook voor de tweede tranche overwogen is om het aan de provincies te geven. Dus gewoon een soort van gedeelde 12. En provincies zorg dat je gemeente er ook. Maar ook daar was niet unaniem consensus over. En eigenlijk neigt het nu toch meer naar een menukaart plus. En weer voor alle gemeenten en alle overheden open te stellen. Behalve Rijk, want die heeft aparte gelden. Ja. We gaan weer hard door de tijd heen. Ik zie het. Er zat nog wel een vraag in de chat, zag ik net.
Ik heb een voorbeeld nodig van een risicoanalyse of van een uitvoeringsagenda. Als dat meer speelt, ga naar het kennisnetwerk SPV. Want die hebben en goede voorbeelden van risicoanalyses. En ook hoe je van een risicoanalyse naar een uitvoeringsagenda komt. En mocht jouw antwoord daar niet tussen staan, hebben ze ook een soort contactcentrum, zeg maar, waar je je vraag kan stellen. Dus dan hebben ze het niet. Dan kunnen de signalen binnenkomen dat het blijkbaar wel behoeftevraag is. En dan gaan zij het ontwikkelen. Daar zijn zij ook voor. Dus weet dat. Ja. Ik heb nog heel veel meer vragen, maar we gaan hem toch afronden. We gaan de vragen wel meenemen. Mee ook VNG en kijken we of we ze kunnen clusteren en misschien er ergens een goed artikel neer kunnen zetten. Of Geertje nog wat aanvullende vragen stellen om toch aan die antwoorden te kunnen komen. Want het is gewoon heel nuttige input om te weten natuurlijk waar iedereen mee leeft. Dus daar komen we nog op terug. We gaan nu over naar een korte pauze. Ik zal deze eens even wegleggen. Bedankt voor alle reacties en de input. Mooi om te zien dat mensen er zo mee bezig zijn. Er zitten echt goede vragen in de chat. Maar we gaan nu toch omwille van het programma en de tijd door. Jullie gaan naar de deelsessies. Ik zei het al, heterogeniteit onder leiding van Erik de Kievit van het kennisnetwerk SPV. We hebben datagedreven werken onder leiding van Peter Morsink, die uit de ondersteuningsteams komt. En we hebben handhaving waar Robert Marzier, directeur van Trafiek, veel met EMG's bezig. De leiding van het gesprek op zich neemt. Het begint nu een korte pauze. De sessies starten om 11:55. Dus dat betekent dat jullie nu een kleine 20 minuten pauze hebben. Probeer 5 minuutjes van tevoren in te loggen. Weet iedereen ook zeker dat de techniek het doet. Weten de gespreksleiders ook hoeveel mensen er dan bij hun al in de sessie zitten. En weet ook dat, het gebeurt natuurlijk allemaal automatisch, dat om 11:50 de gespreksleiders gaan afronden. Omdat om 11:15 iedereen weer hier naar het plenaire programma getrokken wordt. Dus dan zien jullie mij weer zitten. En gaan we afronden samen met de gespreksleiders in een paar minuten tijd. Om te kijken wat er opgehaald is. Wat er nou echt is blijven hangen uit die sessies. En wat de goede samenvatting is. Daar ben ik natuurlijk ook ontzettend benieuwd naar. Bedankt voor het kijken naar dit ochtendprogramma. En heel veel plezier. En ik hoop ook wel dat er wat te leren valt in de deelsessies.